De Kluis wordt mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blocks. En door Nivea Men Deep en Rockstar Energy Drink. Team Stuk maakt zich op voor hun laatste dag als bewakers van de bank. Kijk eens. Top. Ben je er klaar voor? Ga ervoor, man. Jongens, wat kan er beter? Ja. Ik vind minder paniek. Paniek en snelle keuzes maken misschien. Ja. Eén iemand controlekamer en de twee anderen gewoon zoveel mogelijk wegjagen. Wegwezen. Wegwezen. Nu eruit. Ga jij rondjes lopen, Tau? Ik ga rondjes lopen. Dan ga ik even een hol slaan. En van de Mitchcolf bedoel ik natuurlijk. Zo, de energie zit erin. Iedereen is weer scherp. Laten we snel beginnen. Want verspreid door dit futuristische bankgebouw bevinden zich vier kluizen. Waarvan er één gevuld is met 50 loodzware goudstaven. Ook wordt ergens de zeer waardevolle cryptocoin opgeslagen. Transfer completed. Het is aan bewakers Giel, Thomas en Stefan de taak om dit alles met hun leven te bewaken. En we zwaaien! Je hebt geen pistool, niks wachten. Nee! Dit is De Kluis. In het diepste geheim maakt een team van overvallers zich klaar voor de kraak van hun leven. Oké, boys. Alrighty. Let's go. Gaan we, wat hebben we allemaal hier? Oké, jongens, wat wordt de tactiek? Oké, hier zijn alle kluizen. Ja, oh ja. We hebben gele kluis, blauwe kluis, witte kluis, rode kluis. En deze, de geheime kaart. Daar kunnen we zien waar het goud is. Oh, die is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk, ja. Ik ben Jacques. 36 jaar. Jullie kennen mij van mijn laatste hit natuurlijk, Trompetisto. Ik heb in films gespeeld, muziek. En als je me niet kent, hi, hello. Nice to meet you, my friend. Yes. Ik denk dat sowieso een goeie is om zo snel mogelijk bij die geheime kamer te komen. Ga jij daarin? Ja. Mijn naam is Donnie Wolfink. Je kan me kennen van televisie, Instagram en ander online platform wellicht. Waar ik veel deel over fitness en mijn leven. Ik denk dat het beste is dat we dus via deze kant naar binnen komen. Ja. Dan zet ik jullie daar af als afleidingsmanoeuvre. Want ik ga dan weer naar de andere kant. Nou, ik denk toch wel als je een overvaller bent dat je over veel dingen moet beschikken. Ik denk een stukje lef. Uithoudingsvermogen, kracht. Kijk hier al. Oh ja, dat is de code. Oh, dat is de code. Die moeten we opschrijven. Nee, volgens mij mogen we dit meenemen? Ja, maar dan hebben we het allemaal. Een pen hier al ergens in is het kantoor. Is er een stift of zo? Ja, ook dit team van topovervallers is goed voorbereid en heeft de cijfercode die toegang geeft tot alle vier de kluizen al gehackt. Echter, niemand weet in welke kluis het goud ligt. Maar bij de geheime kaart, een goed verstopte locatie in de bank, kunnen de overvallers dit ontdekken door de gehackte cijfercode daarin te voeren. Als dit hen ongezien lukt, levert dit de overvallers een flinke voorsprong op ten opzichte van Team Stuk. En deze code is ook voor jou thuis heel waardevol. Toch, Thomas? Dit seizoen van De Kluis was nog nooit zo spannend, omdat jij kans maakt op 25.000 euro aan bitcoinwaarde als je de Blokskluis weet te kraken. Dus ik zou goed opletten. Oké, man, lekker. Oké, let's go. Hoi, ik ben Mo, ik ben 21 jaar, ik ben artiest en jullie kunnen me kennen van mijn liedje Dat heb jij gedaan. Ik denk dat ik wel een goede overvaller kan zijn omdat ik er onschuldig uitzie, maar toch wel heel fanatiek ben. Deze fanatieke overvallers hebben er zin in. En ook Team Stuk kan niet wachten om nog één keer helemaal los te gaan. Not a day at the green. Not a day at the green. Hey jongens! Meneer staat weer op tafel hoor. Hey nou, normaal doen! Not a day at the green. Not a day at the green. Not a day at the green. Wat zouden de overvallers denken als ze ons nu zien? Nou, ik hoop dat ze het niet zien, persoonlijk. Ging jij niet een rondje lopen? Ja, ik ga een rondje lopen. Ja, ik ga een rondje lopen. Sorry. Focus! Focus! Nou, de heupen zijn geschud. Tijd om de benen te strekken, boys. We hebben ook nog de tablet. Maar zijn dit al hun camera's? Ja. Okay. Ja. De bank is volledig beveiligd met bewakingscamera's. Slim als ze zijn, hebben de overvallers de bewakingsbeelden afgetapt. Zodat zij exact hetzelfde zien als bewakers Giel, Thomas en Stefan. We hebben hier ook nog allemaal gadgets en zo, hè? Oh ja, natuurlijk. Hey. Ja, dat was ik even vergeten. Ah, kijk. Oké, Sjaak, ik geef hem even aan jou. Top, kom maar hier, hup. Zet maar erin, hup. Ik haal natuurlijk van die bruutkracht gewoon, paap, inval, ta-ta-ta-ta. Iedereen poppen, iedereen daar. En dan kun je gewoon rustig je ding doen. Dat moeten we even in onze rugzak doen, of kunnen we dat hier ergens doen? Ik kan niet goed knippen met die man. Ik kan beter deze met deze. De overvallers kunnen de bewakingscamera's van Team Stuk los van elkaar saboteren. Zodra ze de kabels doorknippen, wordt de verbinding verbroken. Ik kan ook knippen met deze, grap. Ik ben hier om te tuinieren, jongens. Doe maar rustig. Glaasje mee voor onderweg, hè? Gelukkig, grap. Ik ben zeker een gangmaker, yes. Oké, jongens, de USB-sticks. Let's go.
Voor de crypto. 1, 2, 3. Gas! Lekker! 100. Crypto, NFT, alles. Go, 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 okay, go, 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 go. Op 3 starten we hem, ja? Oké. 1, 3, 2, 3. Lekker, dat gaat hier dan. Kom. Sjaak, Donny en Mo gaan van start. Zij moeten binnen 2 uur minimaal 25 goudstaven weten veilig te stellen om Team Stuk te verslaan. Ja, zijn jullie klaar voor? Oké, go, let's go. Deur dicht. De camera mag het meegaan. Nee, blijf hier. Ach, dan krijgen we dit nu al, file. Nou al. Oh, Donny, gewoon er doorheen. Ik heb dus de afgelopen jaar oprecht dus verzoeken binnengekregen om plekken te beveiligen. Omdat ik gewoon zo goed ben. Mensen zeggen, die moeten we hebben. Dat is gewoon de beste beveiliger van Nederland. En dat ga ik nu weer bewijzen. Okay. Wat is nou essentieel hè, bij beveiligen? Is controle, rust, geen paniek, observeren en altijd overal voorbereid zijn. Wie neemt die pistool? Ja, je wil graag schieten, dat maakt niet uit. Die gasten moet je gewoon poppen. Je moet niet praten met die gasten. Die gasten moet je gewoon schieten geven. Ik geef me ook wat tips natuurlijk, hoe ze moeten poppen. Gewoon mikken op die nuts. Gewoon poppen die hand, de laatste keer dat zie je. Mikken op zijn ballen. Hier dan. Moet je hem even goed erin klikken, zo tak. Gewoon mikken op die shit, rap. Ik zie beweging bij de vijver. Ja, bij de vijver. Ja, dat ben ik. Ik ben bij de vijver. Ik ben dit. Check. En ga niet als een dolle gelijk het gebouw in rennen, hè? Hoekjes. En als je ze ziet, probeer kalm te blijven en dan gewoon gericht te schieten, snap je? Dat je niet ho ho en dan begint te schieten, want dan hoort hij je. Ik ben dan wel iemand die zegt van jongens, laten we het allemaal, hè? Koppen bij elkaar. Als je hem gewoon heel clean als een James Bond gewoon pap zo schiet, weet precies, je. Dat moeten we gewoon die Rainbow Six gebeuren hebben. Commando style. Ja, Assassin's, weet je. Hitman! Juist, gewoon James Bond op zijn gat. Nou, de sfeer onderling is goed. We klikken met z'n drieën. We lachen al, dus dat is een goed teken. Dat is daar kunnen we in, volgens mij rechtdoor, ja. Ja, hier kunnen jullie eruit. Dit is een ingang. Oké, jongens, ik ga gelijk naar die andere kant, hè. Naar die geheime kamer. Ja, we hebben een plan bedacht dat ik Sjaak en Mo ergens drop, gewoon puur als afleiding, en ik zo snel mogelijk bij de geheime kaart kom, omdat we gewoon willen weten waar het goud ligt. Oké, jongens, blijf contact houden, hè? Ja, komt helemaal goed, we houden contact. Nou, wie zal er vandaag weer komen? Wie zou je willen dat er nog langs komt? Wie zou ik nog wel willen dat er komt? Ja. Ik zou Mark Rutte wel nice vinden. Ja, hier Mark Rutte. Ja, Mark Rutte. Nou boys, Mark heeft via een sms'je laten weten dat hij geen actieve herinnering heeft aan deze uitnodiging. Maar ik zou deze overvallers ook zeker niet onderschatten. Hoi! En we zwaaien! Wat is dit? Ze zijn niet heel voorzichtig. Grap. Ik ga snel langs de hoofdingangsafleider. Hé, hey, busje! To, zou je heel even naar de zijkant ingang willen gaan? Daar rijdt een bus net het terrein af. Ja, ik ga kijken. Ik denk dat we even om moeten lopen. Zij zien alles op dit grasveld. Kijk, achter die gracht daar al. Ja. Oké, gaan we rennen? Ja, rennen heel snel. Ta-da-da-da. Wij beginnen echt als een gek achter de heuvel langs te rennen. Go. Door allemaal brandnetels en één grote chaos. We hadden een vliegende start. Ja, zo kun je het ook noemen, Mo. Snel door, want jullie hebben geen tijd te verliezen. En Donny weet dat als geen ander en zet het op een lopen. Ja, hé, er is beweging. Ja, Thomas, er is beweging bij de zijingang. De ingang is weg. De straat is ook weg. Oké, ik heb nu de camera uitgeschakeld. Bij de buitenste camera, bij de ingang. Ja! Blijf staan dan! Hey, ik word nu al achterna gezeten, ik ga nu naar de hoofdingang. Oh bro, je hebt geen pistool, niks mag hem. Ik heb hier Donny Roef. Ik richting de hoofdingang over. Jij gaat naar beneden, want hij komt bij tablet. Ja, ik kom bij die tablet aan en ik besef me gewoon in één keer dat ik nu al elk moment neergeschoten kan worden. Dus een vraag beantwoorden is daar niet heel erg makkelijk. En ik druk gewoon op C en ik wacht het af en... Hij is goed. Boom! Lekker bezig, Donny. Alle bewakingscamera's van Team Stuk zitten in een constante loop. Nu maken dat je wegkomt. Donny, blijf staan dan! Ik heb de vraag goed. Waar is hij?
ik loop 5 meter de trap op. Nee, nee! Ik word meteen neergeknald door Stefan. Ik ben al geraakt. Ik ben geraakt, maar de loop is erin. Donnie is geraakt en mag 10 minuten niet deelnemen aan het spel. Ook kost dit de overvallers 1 van hun 2 extra levens. Hé hey jongens, het gaat niet goed hè? We moeten even kluis gaan checken. De camera's zijn geloopt, over. Hé, hey, we moeten zo snel mogelijk naar die rode kluis. Ja, ik ga naar de rode kluis. Ik ook. Ja, check. Wat denken jullie daar te gaan vinden dan, boys? Want Sjaak en Mo bevinden zich nog steeds buiten in de bosjes. Willen we gaan? Gaan we naar de portal? Nee, we gaan gewoon naar binnen. Oké, kom. Kijk, ze gaan stap voor stap op hun doel af. Sjaak, gaat het? Daar zijn ze. Oh shit! Ren. Gebruik een pistool. Naar binnen. Ik krijg hem niet uit. Wegwezen. Nee. Rennen. Nee. Ze gaan nu richting de zijingang over. Ik ga een rode kluis checken over. Moet met de ladder. We zien een ladder staan en we klimmen via de ladder eroverheen. Sjaak die klimt erop en het is helemaal geen handige plek. Nee, je moet gewoon af voor het muurtje en dan moet je gewoon jezelf laten glijden. Als een zeehondje, maar dan op de muur. Oh. Wij gaan gewoon recht over dat muurtje, dus we moeten echt super ver naar beneden springen. We storten dus echt allebei keihard neer, maar gelukkig niks gebroken. Jongens, ik zag hier buiten bij de portofoon Sjaak en Mo rennen. Sjaak en Mo? Oh, wat vet. Ah, leuk. Hey, pak die bus. Pak de bus aan de kant, ja, kom. Hey Donnie, jij mag eigenlijk niet communiceren met je teamgenoten, hè? Maar goed, omdat het de laatste aflevering is, zie ik deze even door de vingers. Mo en Sjaak proberen via de andere kant van de bank naar binnen te gaan. Team Stuk heeft vanwege de constante loop hun geliefde controlekamer losgelaten en split ze op. Yo, blauwe kluis is check. Helemaal top. Kan je ook die cryptokamer in de gaten houden, Giel? Zeker weten, Thomas. Crypto is veilig. De 10 minuten van Donnie zitten erop. En dus mag hij weer deelnemen aan het spel. Het plan is behoorlijk in de war geraakt, maar we hebben wel een flinke voorsprong doordat we die camera's nu in de loop hebben zitten. Ik heb er net eentje bij de cryptokamer gezien. Ik zie nu 2 man bij het mortuarium lopen. Waar? Hallo? Rode kluis, check. Wij zijn nu bij de zijingang waar jij ons hebt afgezet. Porto checken. Het is echt verdacht stil, jongens. Het is echt te stil. Oké, let's go. Verdacht stil kun je het zeker noemen, Giel. Want de overvallers zijn op dit moment van plan om via verschillende ingangen ongezien naar binnen te sluipen. Giel, volg Thomas en Stefan. Geef me even een update over... Ja, we gaan nu kijken of de porto er nog hangt. Ik zie 2 man bij de toren lopen, bij de porto. Buiten? Zijn ze buiten? Ja, bij de toren, bij de porto. Oeh, kut, ouwe. Ik schrok me helemaal de tyfus. Porto hangt er nog. Wij gaan nu weer richting de kelder dan, Giel. Check. Ik zie ze al. Ik denk dat ze nu een nieuw plan aan het maken zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. Ze moeten alert zijn. Scherp blijven. Oké, jullie moeten eigenlijk voor afleiding zorgen. Of proberen in ieder geval een kluis. Gaan we naar de kluis in de kelder? Of we gaan even splitten. Wat denk je? Is goed. Oké, we gaan nu weer een rondje naar de kelder toe. Ik kijk recht voor me en ik zie die toren daar staan waar natuurlijk die porto in zit. Jongens, ik ga de porto halen. Hey, ik zie je rennen, je kan hem vrij halen, mag ik? We zijn weg. Oké, go, kom. Wapen is check. Ik heb de porto, ik ga terug. Zo vogelvlug als deze Roelvink is, hebben de overvallers nu de porto te pakken, waarmee ze team Stuk kunnen afluisteren. Ik ga nu naar binnen. We besluiten om te splitsen. Mau gaat naar beneden, ik blijf boven. Ik denk gewoon, fuck it, ik ga gewoon naar een kluis. Witte kluis, check. Check is gehoord, lekker bezig. Jullie moeten nu proberen een kluis. Probeer een kluis. Ik kom daar. Ik open die kluis. Ik denk, wat is dit? Want we hebben nog helemaal niet gecheckt in welke kluis dat goud zit. Maar gewoon de eerste kluis die ik open, daar ligt gewoon al dat goud. Ik begin te pakken en ik denk, nou, het is zo zwaar. Jongens, de blauwe kluis. Sjaak, ga erheen. Help me met het tillen. Ik ben onderweg.
Jongens, update alsjeblieft. Rode kluis, check. Over. Ze zijn er ergens. Ja, maar ja, hoe gaan we eindeloos rondjes lopen? Ga niet meer kunnen tillen. Jongens, er gaat gewoon een kluis open. Jongens, er gaat een kluis open. Over. Giel, waar? Over waar? Waar? Oh shit. Ga je. Gelukkig kwam Sjaak. Hij pakt die tas, want die tas is zo zwaar en ik heb daarna ook nog goud gepakt. Het is waarschijnlijk de rode kluis, jongens, over. Negatief, wij staan bij rode kluis. Mijn hoofd schoffen, dat goud moet zo snel mogelijk naar buiten. Kost wat het kost. Maar het probleem is, ik heb geen gun. Wij gaan nu naar de blauwe kluis. Wij gaan nu naar de blauwe kluis. Ze gaan nu naar de blauwe kluis toe. We hebben nu een tas met goud. Ik heb de porto. Ik moet nu ook een extra wapen hebben. Die ga ik nu halen. Jongens, ik heb niet veel, maar zou ik gewoon naar buiten gaan? Zorg dat je het veilig stelt. Ik loop zo en ik herinner van, hé, daar beneden zit het pistool. Dus ik natuurlijk met dat gaat trappetje af. Kom, gaat de alarm af. Kom op. Ja, blauwe kluis, goud is weg. Het goud is weg. Jezus, jongen, kom op, man. Dit weet je niet. Giel, terrein afsluiten. Boven. Jongens, ik kan niet meer. Ik ren naar buiten en ik tel die goudstaven. 2, 3. Go. Hier naar rechts. Waar zijn ze? Oké, ik heb er maar 6. Dan denk je wel van, oké, ik moet er meer pakken. Ik check deze uitgang. Is hier niemand langs? Nee, niemand! Doordat Team Stuk het overzicht wederom compleet is verloren, ziet ook Donnie zijn kans om richting de wapenkamer te gaan. Ik kom de kamer in. Ik had natuurlijk over de tablet gekeken of het veilig was. Het was het. Oh, gap. Huh? Hey, ik ben dat. Shaki is Bishaki. Open jij het, man, mafkees? Ja, ik kom beneden in. Ik voel pang. Hey, fuck, wat gebeurt hier, weet je wel? Zit Sjaak daar met die hele tas vol met goud daar op mij te knallen. Wat doe je hier, bro? Bro, ze waren daar, ik moest verstoppen, kom. Ik was zo hard op, iedereen wordt gewoon gepopt. Dat was gewoon die shit. Pap. Gelukkig voor Sjaak waren zijn kogels niet raak. En dus kan Donnie hem helpen om het goud veilig te stellen. Pak, dan gaan ze poppen. Hier. Geef die tas aan mij, geef die lichttas. Oh, je hebt die goud. Hier. Ik pak die tas van hem over en ik zeg, jij gaat mijn dekking nu geven. We gaan nu als een malle deze kamer uit. Recht door en naar links. Ik moet die crypto in de gaten houden. Ik kan nu niet weg. Waar de fuck kunnen ze zijn? Hoe ze zijn hier? Zie je daar iets? Hier staat Meu. Hallo. Hallo. Heb jij ons goud meegenomen? Nee. Kan gewoon even kijken. Je kan gewoon even kijken. Maar dan moet je het de volgende keer gewoon laten weten. Ja, haar tas zit te licht uit. Er zit niks in. Nee, heel top. Oké, top. Thanks. Dankjewel, lieverd. Aan de achteringang staat Mo, maar die heeft een tas waar niks in zit. Recht door. We zijn erbij. Ik was heel bij de hand van tevoren, maar ik heb dus nu die tas voor mijn rug. En dat was lood en loodzwaar. Maar door de adrenaline lukte het me wel om hem mee te krijgen. 1, 2, 3, 4. Oké, je zit in de kelder misschien. Kan niet. Hebben we uitgekampt. Onmogelijk. Sjaak, ben jij er nog of is Donnie er nog? Jongens, jullie moeten wel even antwoord geven. Ja, ik weet het, maar ik ben even buiten ademen. Donnie is buiten met goud. Dat is leuk van dit soort dingen. Dan besef je van de conditie is niet echt daar, maar... Conditie of geen conditie, ik blijf doorgaan tot mijn hart stopt. 15, 16, 17. Ik ben waar ik de auto heb gelaten als eerst. Met 17 stukken goud, al veilig gesteld. Hoeveel heb jij er, Mo? Ik heb er 6. We moeten nog maar een klein beetje. Zal ik proberen om de rest van het goud te halen in die blauwe kluis? De goud is safe. Ja, we gaan gewoon weer terug natuurlijk, want we moeten meer goud hebben. Dankzij Mo hebben de overvallers al een flinke buit met goud kunnen veiligstellen. Er zijn daardoor slechts 2 goudstaven verwijderd van de winst. En dus zou Team Stuk zich nu het beste kunnen focussen op het bewaken van de blauwe kluis en de cryptokamer. Maar dan moet je wel overzicht hebben. Hier, touw, hier. Waar? Hier.
loop jij andersom. Oké. Toch? Ja. Update aan Giel. We hebben... Eén verdachte bij zijingang. Over. Eén verdachte bij zijingang. Moet ik het nou goud gaan beschermen of moet ik die crypto verdedigen? Als Thomas eerst nu gaat zoeken... Waar ben jij? Waar ben jij, man? Ik ben op de plek waar we uit de auto zijn gedropt. Meu loopt weer aan de achterkant van het terrein. Het terrein op. Meu. Mo, Toos heet Mo. Correctie, overvaller Mo, Stefan. Zij loopt inderdaad aan de zijkant van de bank. Thomas richt zijn pijlen op Donnie, niet wetende dat een gewapende Sjaak zich daar bevindt. Er is gewoon goud weg, jongens. Ik weet niet hoeveel, maar het is er veel. Het is veel. Oké, waar staat goud? Ik heb nu een gun natuurlijk. En ik ben bij en ik hoor voetstappen. Oh ja. Je hebt me. Ik heb een fucking pistool, broer. Eentje is eraf. Die zag opeens gewoon een pistool. Die wist niet eens wat gebeurde. Dus nu heb ik twee guns. Fuck! Gelukkig voor Sjaak was deze wel raak. Thomas mag 10 minuten niet deelnemen aan het spel. En dit kost team stuk een leven. Ik heb het eentje gepopt, hij is weg. Lekker bezig. Ik ben veilig. Met een hele tas goud, motherfuckers. Ook zo veilig heb je al verloren. Kut. Steven van Giel en Thomas, ik heb hier Donnie Roelvink. Buiten de trein met goud. Hoe kan dit nou? Steven is hier bij mij, hij kan niks doen. En, oh ja, ik heb je porto ook. Ah nee, ook nog de porto. Mau, waar ben je? Kom, ik ga je helpen. Ik ben nu bij de Blauwe Kruis. Ik ga weer terug naar Mau natuurlijk, want er ligt nog meer goud. Ik ga die kluis dicht doen. Stefan gaat nu bij de hoofdingang naar binnen, Thomas ligt eruit. Dus je hebt alleen Giel nog dan? Ik denk, oké, fuck it, ik ga nu gewoon vet veel erin gooien en ik ga het gewoon doen. Het is echt fucking zwaar. Het is de blauwe kluis, ja, daar ligt goud. Moeten we dan hier naar beneden? Ja, moet. Ik loop daar naar buiten en daar staat Sjaak. Ik kan het niet tegen. Kom even bij. We wisselen gewoon weer van tas, maar deze was echt heel zwaar. Lekker Sjaak. Hey, we moeten naar die blauwe kluis. Ja, let's go, kom. Maar luister, nou laten we die crypto ook achter, hè? Ja, maar we moeten naar de blauwe kluis. Let's go, fuck. De cryptokamer onbewaakt achterlaten lijkt mij geen goede zet. Al helemaal niet met een gretige Donnie als tegenstander. Ik denk, nou, die cryptocoin kan er nog wel bij, toch? Jazeker, Donnie, want de cryptocoin heeft een waarde van maar liefst 15 goudstaven. Goed voor de overwinning dus. Je hebt gewoon 2 guns, ouwe. Ja, jij ook. Je hebt er ook eentje. Go. Nu hoor ik weer voetstapjes. Staan blijven! Nu! Ik denk al van, dit kan niet. Ga jij. Ik heb geen goud. Geen het wapen. Kom. Waar is de cryptokamer? Hier open. Go. Deze kant op. In die adrenaline moment of zo. Ja, gewoon movie. Andere kant. Ja, stop! Ja! Shababababababa. Ik ben af! Af! Die mensen schreeuwen, ik ben al geraakt. Ik blijf gewoon doorpoppen gaan. Fuck it. Schiet hem af! Hij heeft het goud! Ik ben geraakt! Ben je nou ook geraakt? Ja, pik. Eerst Thomas, onze groot vriend. En toen Stefan en Giel, die konden ook allebei gaan. Het is meesterschutter Sjaak op brute wijze gelukt om zowel Giel als Stefan neer te schieten. En daarmee heel team stuk à la Bram Krikke te raken. Giel benut het laatste extra leven. En daarmee ligt Stefan definitief uit het spel. Als ik buiten ben en safe met het gaat, dan heb ik even een moment voor mezelf. Ja, dan ga je gewoon even liggen op het gras. Even op adem komen. Oeh, conditie. My Francis. Ik krijg echt een tering.
ga ik even alleen down on the beach. Toch even op adem komen met een cocktailtje. Ik heb toch goud, dus hey. Three, please. Yes, yes. Oh, four cocktails, please. Terwijl Sjaak nog op zijn bestelling met cocktails wacht, verplaatsen Donnie en Mo zich als een geoliede machine richting de cryptokamer. Oké, boys, ik ben weer back. Alleen ik heb geen wapen. Ik ben zo fucking erg in de stress, weet je wel. En dan moet ook nog die kut USB-stick erin. Dat past niet. Op een gegeven moment krijg ik hem erin. Loaden. En echt bij de laatste 5%... Hey Donnie! Hey! Komt in één keer Thomas binnenrennen. Transfer completed. Je hebt me. Gelukkig had ik die porto en ik hoorde al van tevoren dat hij geen wapen had. Dus ja, dat was gewoon vrij spel voor mij op dat moment wel. Thomas ligt definitief uit het spel. En omdat de 10 minuten van Giel nog niet om zijn, ligt het goud letterlijk voor het oprapen. Want de bank is nu volledig gedomineerd door de overvallers. Ik kan hier nog makkelijk goud halen. Kijk nou eens hier. Ik ben gewoon geschoten hier. Ja, ik heb ook om mijn rug. Wat is dit voor plek? Ze hadden niks meer te vertellen. In hun eigen spel. Ah! You wanna fuck with me? Heb je? Hey. Mijn team is fucking gruwelijk. Het gruwelijke team. 1, 2, 3, 4. Ja! Oké, ik heb 3 keer goud gehaald. Giel mag weer meedoen aan het spel en is uit op wraak. Zorg dat ze niet alle goudstaven hebben. Naar die blauwe kluis. Kom op. 24, 26, 27, plus 15. 42. Ja, en vergeet niet dat Mo aan de andere kant van het terrein ook nog eens 6 goudstaven veilig heeft opgeborgen. En dus staat de teller op 48 goudstaven. Ik heb de pistolen daar gelaten, alles broer. Ik heb hier één. Heb je die gun daar gelaten? Er liggen nog 2 wapens ergens binnen. Ik zeg, kom, we gaan die dan halen, want dan kunnen we nog een highscore ook zetten. Dat heb je goed gezegd, Donnie. Want jullie spelen niet alleen tegen Team Stuk, maar ook om de beste score van dit seizoen neer te zetten. En met nog steeds tijd op de klok, is het volledig leeghalen van de kluis zeker niet onmogelijk. Kom hier. Oké. Waarschijnlijk is dus alles leeggehaald. Pak het weer. Eentje is leeg. Jezus Christus. Holy shit. Jongens, ik kom nu naar buiten. Mijn dochter had goud. Mo heeft goud. Heeft ze goud? Mo, heb je het goud? Ja, ik heb nog een beetje goud. Ik ben nu buiten. Ik heb nog 5 stukken goud. Motherfuckers! Kom dan! Mafkezen! Loes. Sjaak en Donnie zijn door hun kogels heen. En dus zit er niets anders op dan veilig het terrein te verlaten en de overwinning met elkaar te vieren. We hebben gewonnen! Ja! Yeah! En wat voor winst dat we hebben. Het is echt niet normaal. Lekker, Becky! Alles is gewoon gesmeerd verlopen. Het is gewoon als een puzzel. Het past precies allemaal. Ik heb een hele zak gevuld. Ik zag zo, hij mijn rugzak meenemen. Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Shababababa. Het is toch wel jammer dat we deze aflevering hebben verloren. Hè? Ja. Is toch wel jammer. Ja, maar goed. Wel een fantastisch seizoen. Ja. Maar wil jij nou thuis wel winnen? Ga dan naar stuk.tv/de kluis.
en kraak de blokjeskluis en gebruik de cijfercode van deze aflevering. Ja, want jij maakt daarmee dus kans op de hoofdprijs van maar liefst 25.000 euro aan bitcoin. Lekker. Ja, en je maakt ook elke week kans op de weekprijs van 100 euro aan bitcoin waarde. Bij de laatste kraak van dit seizoen is het de overvallers gelukt om met een dikke overwinning af te sluiten. Met maar liefst 53 goudstaven in totaal eindigen ze op de welverdiende tweede plek. En niet alleen Sjaakmo en Donny hebben alles gegeven dit seizoen. Shoutout naar alle overvallers. En in het bijzonder Team Mokromafia. Oftewel Ice, Moeman en Zinep. Die er met de allergrootste buit ooit vandoor zijn gegaan. Jullie moeten ons goed herinneren. Jullie gaan ons nooit vergeten. Never. Ja, lieve mensen, dat was hem. Seizoen 4 van de Kluis. Yes. Dank voor het kijken allemaal. Ja, en we willen ook Blox, Nivea Man, Diep en Rockstar Energy bedanken voor het samenwerken met ons. Het was echt fantastisch. Dankjewel. Ik wil jullie ook graag weer bedanken. Jongen. Ja, wil je jezelf ook bedanken? Dat is weer genieten. Nou, weer genieten. Fijn. Ik wil ook alle overvallers ook bedanken. En dan tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Ah, dankjewel. De Kluis werd mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blox.